Welkom bij dit filmpje over Griekse geneeskunde, tekst A. Het is een van de eerste teksten van de wijgeschenken. En de wijgeschenken die stonden op zo'n zuil geschreven, op een grote soort stoeptegel. En dat was een eerbetoon aan de god, aan hoe goed de genezing wel niet was geweest. Deze eerste genezing gaat over Cleo, zij was zwanger. En gelijk in de eerste regel zien we dan al het probleem. Cleo, dat is het meisje om wie het gaat, of de vrouw om wie het gaat. Persoonsvorm equese, zij was zwanger. Maar er staat ook een tijd bij en dat is penta ete. En dat is maar liefst 5 jaar. En die staan in de accusativus, want het is een accusativus van tijdsduur. Aan het eerste woord van de volgende zin zie je dat we iets aan het vertalen zijn uit het Dorische dialect. Er staat namelijk niet gewoon houte, maar houta. En in het Dorische dialect wordt de eta vaak vervangen door een alfa. Ook op plekken waar wij, die het Attisch beter kennen, een eta verwachten. Maar deze houta, dat is dus zij, verwijst terug naar Cleo. Pent is weer penta. En eniautus is jaar, dus ete betekent, ethos is jaar, maar eniautos is ook een jaar. En ook dit is weer een accusativus van tijdsduur. Ede betekent al en kuusa is participium presens van zwanger zijn. Dus terwijl zij al 5 jaar zwanger was, of omdat, het kan ook een heel mooi een reden aangeven hier. Poi is een dialectwoordje en wij kennen dat als pros. Het zorgt voor de accusativus van tontheon. Naar de god. En de god is hier Asclepios. Hiketis, nominativus. En afiketo, een thematische auristus van afikneomai. Zij arriveerde. En dan heb je nog dat hiketis, dat is hier predicatief gebruikt. En een naamwoord dat predicatief gebruikt wordt, daar mag je vaak als voor zetten. Dus zij arriveerde als smekeling bij de god. En dan hebben we hier een werkwoord in het imperfectum. Zij sliep in. En de plek waar zij slaapt is het abaton, het heiligste gedeelte van de tempel. Dat was de plek ook waar de genezingen plaatsvonden. Een voegwoord, hostagista, betekent zodra, met de erbij. En zodra zij ex elte, van ex ergo mai naar buiten gaan, ook thematisch auristus. Ex autu, en dat autu verwijst naar het abaton daar. Dus en zodra zij eruit kwam. En ek tu hiaru, wij zouden dat kennen als hiero, dus hier is ook weer Dorisch dialect. En uit het heiligdom, dus de tempel zelf, egeneto, was koron eteke. Dus hier hebben we de hoofdzin, eteke is ook thematisch auristus van Tikto, baren, baarde zij een zoon. En over die zoon gaat het volgende stuk zin. Het begint met een betrekkelijk bijwoord. Die, meteen, genomenos, participium thematisch auristus van gignomai, nadat hij geboren was. Zelf, autos, congrueert met die hos. Apotas kranas, dat woordje kennen wij als krene, betekent bron. Vanuit de bron eluto, luo is wassen en hier is het medium gebruikt, zich wassen in het imperfectum, zich waste. En tegelijk met zijn moeder perierpe rondliep of rondkroop. Dus het kind dat zij krijgt
van al die tijd zwanger zijn, kan ook gelijk al van alles zichzelf wassen en rondlopen of rondkruipen. Nou, dan hebben we hier een participium in het vrouwelijk. Dat slaat dan weer terug op de moeder die net dit kind heeft gekregen. En het betekent ook krijgen van tungano, thematisch aoristus. En nadat ze heeft gekregen, toetoon, deze dingen, hè, dus die wonderlijke geboorte en dat kind erbij. Epi to anthema, op het wijgeschenk, dus op het ding dat gelezen kon worden. Ep e grapsato, van epigraphomai, ergens opschrijven, schreef zij op het wijgeschenk. Hoge punt, dubbele punt. Niet, dat is oe, megatos is de grootte of de omvang. Pinakos, genitivus van wijtablet. Er waren nogal wat woorden voor wijtablet, hè, want het is ook al anthema. Niet de grootte van het wijtablet, telmasteon. Verbazingwekkend. En daar mist een werkwoord. En dat heet een ellips. Als er een woord mist wat je heel logisch zelf kunt aanvullen. Meestal is dat een vorm van zijn. In dit geval kan je dat ook prima aanvullen. Niet de grootte van het wijtablet is verbazingwekkend. Maar het goddelijke. En dan wordt dat nog even uitgelegd. Weer pentete, 5 jaren, hoos, daar hebben we het voorwoord. Omdat 5 jaar zwanger was. En er wordt nog even de plaatsbepaling bij gedaan in haar buik. Dat is natuurlijk lichtelijk dubbelop. Je ziet hier dat het woordje en is aangepast naar eng, omdat het assimileert met gastri. Eigenlijk zou je natuurlijk gewoon en moeten schrijven, maar dus degene die dit heeft opgeschreven, die dacht, als je dit uitspreekt, klinkt het al als een hm, dus ik schrijf ook maar gelijk die gamma in plaats van de nu. En dan hier hebben we weer de naam van de vrouw die zwanger was. Omdat Cleo gedurende 5 jaar zwanger was in haar buik. En dan hebben we hier nog een woordje over, baros. En baros betekent last. En het staat in de accusativus. Een accusativus die over is in een zin is vaak een accusativus van betrekking. Dus zoals zwanger in haar buik, wat betreft een last. En dan is este tot dat. En katekoimate is de persoonsvorm. Aoristus, zij had in de tempel geslapen. Dus totdat ze in de tempel had geslapen. En min is een dialectwoordje voor auton. En hem. Etheke mag hier vertalen met zij bracht ter wereld. En hugie hoort bij die min, oftewel bij die auton, betekent gezond. En hem gezond ter wereld bracht. Tot zover dit filmpje over deze wonderlijke eerste genezing.